I'm selfish. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zit ik lekker in een chill outfit. Ik heb niet eens een BH aan. Maar ik voel me niet zo lekker. Ik ben ongesteld. En toch wilde ik eventjes een leuke shoplog opnemen. Namelijk een shoplog van de Action. Allereerst bedankt Action voor de cadeaubon. Ik heb van hen een cadeaubon gekregen om daar wat leuke spulletjes te halen. En verder is het niet betaald. Het is gewoon een barter deal, zeg maar. Wij kopen sowieso best wel vaak dingetjes bij de Action. Wij komen daar super vaak. Hij zit nu toevallig, nu wij zijn verhuisd, echt naast ons huis. Als ik nu om me heen kijk, nou. Deze is van de Action. Staat hier naast me. Deze is van de Action. Volgens mij. Deze ook, dacht ik. In ieder geval, er zijn heel veel dingetjes die hier staan van de Action. En wij zijn ook echt fan van die winkel. We even beginnen met de eerste paar dingen. Ik hoop dat ik nog precies weet wat ik heb gehaald. Ik weet niet van alles de prijzen nog. Maar het is de Action, dus het is echt niet duur. Laten we beginnen met een simpel dingetje. Colgate Tandpasta. Ze hebben best wel veel aanmerken bij de Action. En wij gebruiken altijd Colgate Tandpasta. Dus die heb ik alvast gehaald. Dan gaan jullie dit nog in mijn vlog zien. Maar ik heb 3 van zulke manden gehad. En deze zit ook al vol. Deze staan namelijk in mijn kast. Ik heb niet zo super. Ja, ik heb wel veel kastruimte. Maar ik heb vooral veel kleren. Ik denk dat dat het probleem is. Hier zitten al mijn flarebroeken, joggingbroeken, leggings in. Want die zijn gewoon heel vervelend om op te vouwen. Dus deze heb ik daar gekocht. We hebben deze ook in wat kleinere versies. En we hebben ook een wasmand van de Action. Lijkt allemaal een beetje op dit. Er zijn super veel handige doosjes en mandjes zo bij Action. Dus ja, daar ben ik super blij mee. Wat wel grappig is, dit zag ik bij de Action Shop nog op hun YouTube kanaal, want die hebben ze ook. Bij Rosalie zag ik dit. Dit is een kweekpotje en daar kan je dan munt in kweken. Vond ik heel leuk, want munt is best wel prijzig. En dit setje, dat zijn er dan 3. Hier zit alleen wel koriander in en dat vind ik heel vies. Dus ik denk dat ik het gewoon ga combineren dan met die mint. Verder basilicum, koriander en tijm. Al ziet hij er niet heel erg uit als tijm, maar het zal wel. En dan dacht ik, want hoe kan je nou weten wat het is? Heb ik van zulke leuke dingetjes gekocht die je er dan in kan zetten. Die zijn er ook echt voor bedoeld. Deze waren volgens mij echt 25 cent per stuk. En krijtjes om ermee op te schrijven wat er dan in zit. En dit was ook echt niet duur. Dan heb ik dit, ik moest hem even pakken. Oh, hij zit een beetje los. Een superleuk lampje gekocht. Deze hebben ze in meerdere kleuren. Ja, normaal staat hij gewoon stil, maar nu zit ik hem zo te bewegen. Dit is dan van glas en groen. En deze is ook groen en dat is dan een beetje velvet. En die staat bij ons op tafel. En wat nog meer was op tafel staat, was dit. Zoals je kan zien hebben we al wat gebruikt. Dit is een dienblad. Deze is ook van Action. En dan hebben we een paar leuke stompkaarsen gekocht. Deze is redelijk nieuw. Maar dit hebben we ook bij Action gehaald. En die heeft daar heel verschillende soorten en maten van. En deze staat altijd op tafel. Wat we ook hebben meegenomen, maar nog moeten gaan ophangen, is deze. Deze vonden we echt super schattig. En die gaan we tussen de 2 deuren die wij in ons huis hebben hangen. En we vonden dit gewoon heel erg huiselijk, heel schattig. Dus die hebben we ook lekker meegenomen. En die gaan we binnenkort nog ophangen. Maar we hebben geen boor. Dus dat is nog een dingetje. Wat we ook hebben gekocht zijn meerdere van zulke lampjes. En die werken op een sensor. En als je dan de deur bijvoorbeeld opendoet, gaat die aan. Deze hing al bij ons in de voorraadkast. En nu hebben we er ook, gaan we ze ook hangen in onze slaapkamer. Jemig, in onze kledingkast. Die staat in de slaapkamer. Want als je die dan opendoet, dan gaat het licht aan. En dat vonden we wel echt superleuk. En deze was ook echt niet goedkoop. Echt niet duur, wil ik eens zeggen. Zo, dit was wel even zoeken. Want ik kon deze niet vinden. Dit is even opgeborgen. Maar je ziet het al. Dit is een rasp. En die hadden we ook nog niet. En je kan er gewoon grote plakken mee raspen. Dus eigenlijk een soort van kaasschaaf is dit dan. Grote stukken, kleinere stukken, nog kleinere stukken. Super handig. En wat wij nog niet hadden was een thermosbeker. Slash thermoskan-achtig. Deze is zwart. Ik heb hem nog niet opengemaakt ook. Wat is dit? Oh ja, daar zitten natuurlijk altijd 2 doppen in. Of course. En dan kan je lekker een theetje mee in school nemen. Of een koffietje of wat je ook maar wil. En ik vind het super handig, want ik studeer natuurlijk. En ook voor optredens leek het me dit heel fijn. Als ik keelpijn heb, kan ik gewoon even een theetje meenemen. Want ze hebben niet altijd alles bij een optreden. Wat je wil. Nu ga ik naar een van onze leukste items. En we zijn hier ook echt heel erg blij mee. We wilden die al een tijdje kopen. En toen had ik deze samenwerking. En toen dacht ik, nu moeten we hem echt gaan kopen. Ik heb hem in elkaar gezet. En het is deze kast.
Hij was ook echt maar 40 euro. En ze hebben ook een lage versie. Die is dan wat breder. Zonder laadjes. Maar wij wilden graag laadjes omdat wij meer dingen wilden opbergen en zo. Maar dit is toch top. 40 euro voor zo'n leuke kast. Ik vond het echt, ik was zo blij. Dit laat dus maar weer zien dat je met redelijk weinig heel veel leuke dingen kan halen. Bij de Action onder andere. En ik vind dat super fijn, want kijk, wij wonen nu net samen. Dus dan heb je het sowieso niet breed. En we zijn 20, ik bedoel, hallo. Maar er zijn ook meerdere mensen in Nederland die het sowieso niet breed hebben. En ik vind het gewoon een heel fijn gevoel. En dat heb ik ook heel erg vaak tegen Stefan gezegd. Dan lopen we in de Action en zeg ik, nou, hoe leuk is het dat je hier zoveel kan halen voor zo weinig. Je kan je hele keuken inrichten. Je kan zoveel daar doen. En dat vonden we echt super chill. We hebben ook heel veel uit de badkamer van de Action. Ja, echt super veel. Dus het lijkt nu echt een dik gesponsorde video. Alsof ik echt wat veren in hun reet wil steken. Maar ik ben gewoon heel erg blij met de Action. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was wat kort, maar ja, ik vond het wel leuk om even op te nemen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!